Eierslaat van dinsdag 29 april en een warm welkom aan Etienne Vermeers. Professor, filosoof, die beter en hij die nooit twijfelt. Maar vanavond is hij vooral ook de jarige. Rick Torfs, rector van de KU Leuven, is het al eens oneens met zijn collega, wijsgeer, maar altijd beschaafd en even ad rem. En Noémie Schellens, soliste en groot liefhebber van klassieke muziek, want het mag straks een beetje feestelijk. Allemaal hartelijk welkom. Professor, proficiat. Ja, goedenavond professor. En eerst en vooral nog eens proficiat hè, met uw verjaardag. Het is vrijdag, eigenlijk. Hè? Ja. Vrijdag is er een groot feest trouwens gepland hè, in Gent. Geeft dat een fijn gevoel, 80? Want dat is een prachtige leeftijd. Ik heb daarover nagedacht, omdat ik tot nu toe aan zo die leeftijd nooit veel belang gehecht heb. Ook niet aan verjaardagen. Maar nu door het feit dat vrienden van mij zo'n feest inrichten. En ik heb altijd het probleem gehad met oud worden. Op dat moment schrijft dus Kamps dat onze koning hoogbejaard was. Mm-hmm. Nu, de brave man is jonger dan ik. Koning Albert, hè? Ja. Die is jonger dan ik. Mm-hmm. En ik dacht, hoogbejaard? Ik voel mij niet eens bejaard. Ja, dat deed een beetje pijn toen. Ik vond dat een beetje onnozel. Ik voel mij niet bejaard. Maar nu dacht ik, als ik 80 jaar word, misschien word ik dan wel bejaard. Oké, nog niet hoogbejaard, onthoud ik. Want, professor, toen u 77 was, hebt u eigenlijk voor zichzelf een soort screening, een soort voorspelling gedaan op basis van medische parameters. En toen kwam u uit dat u hoe oud zou worden? 80. 80. Ja. Ik had dat zelf niet gedaan. Ik had dus, er is een site op het internet waar je al je medische gegevens, ook van je ouders, kunt inbrengen. Ja. En dan zeggen zij, je gaat sterven op die leeftijd. En er kwam uit 80 jaar. Ja. Maakt dat u niet onbehagelijk? Want in principe kan het dan vanaf vrijdag. Nee, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, helemaal niet. Nee, want ik heb enkele weken geleden gedroomd dat ik dit jaar zou sterven. En in mijn droom, wat was mijn reactie? In mijn droom, hè? Dat boek moet af. Ik ben met een boek bezig. Eerst moet dat boek af. Ja, zo kennen we u helemaal, professor. En we kennen u allemaal natuurlijk als ethicus, als heel gedreven debater, als opiniemaker eigenlijk ook. En we zijn eens gaan zoeken, want dat is al heel lang zo, we zijn eens gaan zoeken in het archief van de VRT om een fragment terug te vinden, misschien het oudste dat er bestaat van u op televisie. En het is er eentje uit 1975. U fulmineert daar tegen de Orde van Geneesheren, maar het belangrijkste is eigenlijk de stijl waarop u dat doet, dames en heren. De professor is nog geen haar veranderd. Wij kunnen de bevolking mobiliseren via de pers, de communicatiemedia in het algemeen. Wij kunnen politici mobiliseren. We zijn daar overigens mee begonnen. We kunnen syndicaten mobiliseren. We kunnen mutualiteiten mobiliseren. En we kunnen in het algemeen dus een beweging proberen op gang te brengen die minstens dit realiseert aan deze goedkeuring van die code. In elk geval een halt toe te roepen. Zodat het debat breed kan worden verder uitgewerkt. Dit is een oorlogsverklaring aan de Orde van de Geneesheer? Nou ja, het is natuurlijk een oorlogsverklaring aan de Orde van de Geneesheer. Die orde moet vernietigd worden. Daar kan niet eens over gediscuteerd worden. Wat er daarna komt, daar moet over gediscuteerd worden. Ja, professor, als ik het zie, u bent eigenlijk alleen maar scherper geworden, hè? En heviger sindsdien. Ik weet dat niet. Het was ongeveer, denk ik, mijn stijl. En dat is nog mijn stijl. Ik moet wel zeggen, dat heeft resultaat gehad, hè? Ja, dus de orde bestaat nog altijd. De orde bestaat nog, hè? Inderdaad. Heel het ethische domein is nu overgedragen aan het Raadgevend Comité voor Bioethiek. Dus daar zijn ze dus weg van. En aan de andere kant heeft dat mede geleid tot wat natuurlijk de verdienste is van mevrouw Aalvoet, namelijk de wet op de patiëntenrechten. Mm-hmm. En dus onze strijd, samen overigens met Chris Merks, onze strijd tegen de orde heeft dus geleid aan de ene kant, dus samen met in die tijd Lode Anquet, tot de wet op de patiëntenrechten. En aan de andere kant
Dus ja, de oprichting van dat raadgevend comité voor bioethiek. Dus je hebt het niet altijd zoals je het volledig wilt, maar er blijft wel iets van over. Er blijft iets van over. Professor, als ik u zo bezig hoor en wat ik soms ook hoor bij andere mensen, denkt u daar soms over na? Is er eigenlijk iemand zoals u die klaarstaat na u? Ik denk dat er een aantal mensen zijn. Wat een beetje speciaal is voor mij, dus een voordeel en een nadeel, dat is dat ik mij altijd geïnteresseerd heb voor een zeer brede waaier van problemen. Dus omdat ik van huize uit, niet van huize uit, maar ik bedoel van in mijn jeugd een enorme belangstelling gehad heb voor wetenschappen, wiskunde, natuurkunde, biologie en dan later de menswetenschappen en allerlei andere, ook godsdienst enzovoort. Dus een zeer brede waaier van interesses. En de meeste mensen tegenwoordig moeten meer en meer gespecialiseerd zijn. Maar bijvoorbeeld mijn opvolger Johan Braakman kan op verschillende terreinen wel degelijk zijn man staan. Mijn opvolgster Sigrid Sterks op het gebied van bioethische problemen is dus van een zeer hoog niveau. Ja. Dus het is een beetje verdeeld over specialisaties. En ik moet eerlijk toegeven, iemand zoals Sigrid Sterks is voor die specifieke problemen natuurlijk veel meer deskundig dan ik ooit geweest ben. Oké, dus daar voelt u zich helemaal goed bij. Professor, in ieder geval laten we er nog iemand bijhalen. Een soort intellectuele sparringpartner, want dat hebt u graag. Hè? Maar eerst, voor we dat doen, something completely different. Good afternoon and welcome to a packed Olympic Stadium München for the second leg of this exciting final. The Germans playing 4-2-4, Leibniz in goal, back four, Kant, Hegel, Schopenhauer and Schelling, and the midfield duo of Beckenbauer and Jaspers. Beckenbauer obviously a bit of a surprise there. And here come the Greeks, led out by their veteran centre-half, Heraclitus. And they're off! Nietzsche and Hegel there. Carl Jaspers, number 7 on the outside, Wittgenstein there with him. There's Archimedes, Socrates, there he is, Socrates. Kant moving up on the outside. Schlegel's on the left, the Germans moving very well in these opening moments. And there's Archimedes, and I think he's had an idea. Eureka! Archimedes out to Socrates, Socrates back to Archimedes. Archimedes out to Heraclitus, he beats Hegel. Heraclitus, a little flick, here he comes on the far post. Socrates is there, Socrates heads it in! Socrates has scored! The Greeks are going mad! And Socrates, the captain who scored what was probably the most important goal of his career. Monty Python met het geweldige filosofenvoetbal. Tijd om er nog een speler bij te halen. Dames en heren, Rick Torfs. Ja, professor Torfs, eerst een kleine mededeling, kleine dienstmededeling. Want u bent hier, maar eigenlijk weggelopen van een kantus. Ja, ik moest op de studentenkant dus in Leuven aanwezig zijn. Maar ik heb beloofd dat ik die kant dus zou vermelden. En ik zal alles doen om mijn jeugdige collega mee te tronen naar de kant dus in Leuven. We zullen zien of hij daartoe in staat is. Oké, dat wordt de laatste kant dus. Ja, die dingen. Ja. Oké, professor Torfs, we zagen net dat fantastische fragment van Monty Python, het filosofenvoetbal. Zou Etienne Vermeers van u mee het veld op mogen? Ja, natuurlijk. Voor een aantal gemene tackles achteraan zou hij zeker in aanmerking komen. En misschien toch nog een verraderlijk vluchtschot dat op de deklat de laatste pletter spat. Maar hij heeft natuurlijk talent. Ik weet ook van hem, want we hebben ooit samen een tv-programma gemaakt, dat hij vroeger jongetjes sloeg en zo in de lagere school. Enfin, nu doet hij dat minder. Hij was weerbaar. Hij was heel weerbaar en dat is belangrijk. Je moet niet zo goed kunnen voetballen, maar er gewoon staan. Jongetjes waren even oud als ik, hè? Ja, natuurlijk. Maar dat is nog geen reden om in te staan. Maar laten we hier niet over ethiek beginnen. Laten we niet over ethiek beginnen, ja. Professor Vermeers, zou u Rick Torfs in uw ploeg opnemen? Of liever bij de tegenstander? Ja, hij zal nu en dan eens een grapje vertellen. En dan zijn die tegenstanders verstrooid. En dan kan je erdoor gaan. Ja, tussen haakjes, als welke filosoof zou u het liefst het veld op gaan als we nu keken? Spinoza natuurlijk. Spinoza, natuurlijk. Ja. Professor Torfs? Ja, ik ken niks van filosofie, maar ik geloof sterk in mensen als Erasmus en Montaigne en zo. Dat type. Ja, oké.
Professor Torfs, wat is volgens u de grootste verwezenlijking van professor Vermeers? Om te beginnen dat hij op een geweldige manier altijd zichzelf is gebleven en geworden. Dus dat bewonder ik heel erg. Hij was jezuïet en is ook later ongelovig gebleven. Dat is al een belangrijk startpunt. Maar hij is ook op een schitterende manier, zoals alle verstandige mensen, meer en meer een karikatuur van zichzelf geworden, in de goede zin. Want een karikatuur, je kunt zeggen, je hebt dan alleen de zwakkere kanten, maar je wordt ook stilaan een meer uitgepuurde versie. Als we hem daar zagen in de jaren 70, mijn studententijd, dan zit daar toch een soort onbehouden strijdbaarheid nog in. De definitieve afschaffing van de orde van de geneesheren en zo. Die we vandaag minder merken. Zijn mildheid is nu manifest aanwezig. Al weet hij die bij momenten nog heel goed weg te steken. Ja. Ja, professor Vermeers, maar ik onthoud hier wel ook het woord eigenlijk eens, je suis, altijd een beetje je suis gebleven. Ik denk dat dat... Er is iets van aan, maar het is ook wel een beetje overtrokken. Omdat de karakteristieken die ik bij mezelf vaststel, dat zijn in een belangrijke mate karakteristieken van mijn vader. En die is nooit jezuïet geweest. Die is overigens tot de leeftijd van 11 jaar naar school gegaan. Mm-hmm. Maar die had dus een aantal karakteristieken die de mijne zijn. Het is wel zo dat je bij de jezuïeten de gewoonte hebt van zelfreflectie te doen. Zodat je... Dat je nooit echt uitgelaten kunt zijn. Ja. Je zit jezelf al te controleren. Je kijkt op jezelf. En ik denk dat dat iets is wat van de jezuïeten overgebleven is. Mm-hmm. Ja, ik zag ook een fragment terug van u, waarin u eigenlijk beschreef in een interview hoe ongelooflijk gelukkig u in de periode in het klooster geweest bent. Dan vraag ik me af, blijft daar dan echt niks fundamenteels van dat geloof hangen? Ook wel, nu niet? Of met het ouder worden? Wel, van het geloof niet, maar van de belevenis. Als ik nu naar de Matthäus-passie luister, dan is het zo dat het feit dat ik die zaken... Ik moet eerlijk zijn, in de grote retraiten van een hele maand, in de eerste jaar noviciaat, daar heb je de derde week, en dat gaat over niets anders dan de passie van Jezus. Het lijden van Jezus, dus de passieperiode. Wel nu, als ik naar de Matthäus-passie kijk, dan komen dus gevoelens naar boven die ik toen heb gehad. Mm-hmm. Nu weet ik dat die gevoelens natuurlijk... Ja, dat de menselijke gevoelens blijven, maar daar is niet iets geloofsachtig dat daarachter zit. Maar de menselijke gevoelens blijven. Dat is precies als je nu de... Tristan en Isolde. Ja? Het slot van Tristan en Isolde, van Wagner. Als ik dat hoor, dan is precies iets in mijn borst dat mij doet hijgen. Gewoon die liefdesstoot, zoals de liefdesdood van Tristan en Isolde. Ik heb dat zelf nooit meegemaakt, maar ik kan dat zo aanvoelen. En nu bij de Matthäus-passie kan ik het veel sterker aanvoelen, omdat ik dat wel heb meegemaakt. Maar het geloof als zodanig is verdwenen. Gedurende een bepaalde periode heb ik geweend omdat het niet waar was. Maar dat is nu gedaan. Professor Torfs, u lacht. Ja, ik vind dat heel mooi. Omdat het niet waar was. Dat is wel heel mooi. Want u gelooft wel dat het waar is? Wel, ik ben, denk ik, op mijn manier, maar ik voel mezelf al, denk ik, zeggen, wel gelovig gebleven. En dat is, en ik voel me daar heel goed in thuis. Maar ik vind Etienne, hij kan mij corrigeren, want hij kent de waarheid beter dan ik, maar ik vind hem een echte ook romanticus. Zowel in zijn geloof als in de wijze waarop hij ook redeneert als redelijk man. Hè? Dus ik bedoel, er zit eenzelfde liefde wellicht. Ik heb u nooit gekend ten tijde van de jezuïeten en zo. Maar geluk wijst er mij al op dat het wellicht om een grote liefde ging. En later, die liefde merk ik nu ook voor de reden, voor het redelijk discours, de schoonheid van het syllogisme. Met soms een zeker, laten we zeggen, te veel aan overgave vaak in bepaalde redeneringen. En dat is denk ik wel een temperament dat blijft. Maar wat een er verschil... Er is iets van aan. Maar zegt de liefde u nu eigenlijk... tot Jezus was toen werkelijk het centrale in mijn bestaan. Ja, maar zegt u nu eigenlijk, professor Torfs, dat misschien professor Vermeers toch nog altijd op een of andere manier een klein beetje gelooft? Wel, pas op.
geloof is, dan kun je daar ook weer een begrippenzaak van maken. Geloven in iets is daarom geen godsgeloof. Dat kan ook een geloof in de wetenschap zijn of een geloof in nog wat anders. Hè. Dus mm-hmm. Ik heb het helemaal niet over godsgeloof, maar denk wel een soort behoefte om helder in iets te geloven. En bijvoorbeeld iets wat mij van hem is bijgebleven, want misschien heb ik het slecht onthouden, is een verhaal uit uw jeugd, waarin u zei op een gegeven moment, was u dus niet meer bij de Jezuïeten, maar in Gent assistent. En tijdens de week werd je dus ongelovig. Maar op zondag nog steeds naar de mis. En je hebt daarvan gezegd, dat is toch niet te houden. En ik denk dan, wat een prachtige periode, die heerlijke dubbelzinnigheid. En dat is denk ik wel, bijvoorbeeld tussen ons, een verschil in temperament. Ik denk dat jij niet met die dubbelheid kunt leven. Ik kan met die dubbelheid niet leven. Dat is interessant op zich. Ik kan daar ook niet mee leven. Dus maar ik wou mij ook niet forceren. Dus ik was uitgetreden. Ik had nog de kerk had ik zo wat al in vraag gesteld. De orde zeker. Maar God niet. Maar ik was onzeker. En dus ik heb dus nog een jaar in onzekerheid geleefd, maar mij niet geforceerd. Mm-hmm. En tijdens de week was ik dus ongelovig. En inderdaad, de zondag ging ik naar de mis en was ik dus nog min of meer gelovig. En dat is langzamerhand geëvolueerd. Ja, ik vind dat geweldig ingewikkeld, professor. Dat is ingewikkeld. Daarom kon ik dat niet volhouden. Ja. Dus op een bepaald moment, na een jaar ongeveer, heb ik vastgesteld, eigenlijk ben ik volledig ongelovig. Nee. Professor Vermeers, waar bent u zelf, als u terugkijkt op uw loopbaan, op uw leven, het meest trots op? Waar ik het meest trots op ben, ik moet daar niet lang over nadenken. In het Egyptische dodenboek, een prachtig boek van zijn 18e eeuw voor Christus ongeveer, dus, waar dus de dode bij Osiris komt en zegt welke goede daden hij allemaal gedaan heeft. Mm-hmm. Een van de zaken die die dode zegt, ik heb niemand doen wenen, ik heb niemand doen lijden. Nu, ik hoop dat ik, je kunt niet beletten dat iemand soms eens weent, maar ik denk niet dat ik iemand heb doen lijden, maar ik heb bovendien ervoor gezorgd, door mijn activiteiten voor de euthanasiewetgeving, dat zeer veel mensen, als ze dat willen, niet zinloos moeten lijden. Op het einde van hun leven, verschrikkelijke kanker, dat zij kunnen zeggen, kijk, hier moet het stoppen. En met de euthanasiewet kan dat nu gebeuren. Dus door die wet is België, Nederland en Luxemburg staan dus torenhoog op ethisch vlak boven de rest van de wereld, op een eenzame hoogte. En ik heb daar toch een steen toe bijgedragen. En daar ben ik onnoemelijk fier op, vooral omdat ik er toe bijgedragen heb dat mensen niet zinloos moeten lijden. Ik zie dat professor Storfs daar duidelijk aan twijfelt. Het woord torenhoog boven de rest. Ik denk, het ethisch niveau van een samenleving hangt niet alleen natuurlijk af van bepaalde mogelijkheden die een wet formeel stipuleert. Lijden is zeer belangrijk. Ja, oké, lijden is belangrijk, maar ook zonder wetten, zonder euthanasie lijden we en zo meer. En er zijn vragen die je kunt stellen over ethiek in het algemeen, over wat mensen om elkaar geven. Vind ik persoonlijk fundamenteeler, maar met alle respect uiteraard voor wat u er zelf over vindt. Maar wat ik zelf bij u mooi vind, want we zijn hier toch om complimenten te geven, en ik zou het in ieder geval doen, is hoe op een prachtige manier de Jezuïeten uit uw jeugd, die het soms geworden zijn, soms gebleven, soms niet, toch altijd met u en andersom een heel bijzondere band hebben gehouden. Wie ze ook waren. En daar zit voor mij een gedachte in van trouw tegen beter weten in vaak. Hè? Dus, en met mensen die alle richtingen uitgaan in hun leven, maar dan toch trouw en diepe sympathie, ook voor mensen waarvan heel duidelijk is dat ze compleet andere dingen denken. Ja. Dat vind ik mooi en dat bewonder ik. Ja, dat is een heel mooi compliment. Natuurlijk. Maar laat mij u toch bewonderen. Dat is spontaan. Voor mij speelt de mens eigenlijk in de andere een centrale rol. Ja. Ik kan bijvoorbeeld niet aanvaarden, omdat nu die ecolo-figuur die geweigerd heeft op een bepaald moment van de hand te drukken van die brave oud journalist die dan toevallig bij Frans Blok was. Om te weigeren die de hand te drukken. In godsnaam, het is een medemens. Ja. Ik aanvaard dat niet. Dat is een medemens. Ja. Professor Vermeers, hebt u ergens ook spijt van als u terugblikt? Ik heb spijt dat ik niet genoeg gedaan heb. Dat u niet genoeg gedaan hebt. Ten eerste, in mijn jeugd had ik veel ernstiger moeten studeren. Ja.
Ja. Ja, het is er nog aan te zien. Hè? Ja, ja. Ik had veel ernstiger moeten studeren. En ook in mijn loopbaan had ik veel ernstiger moeten werken. Ik had veel meer moeten werken. Dat klinkt heel straf. Dat zegt de man die voortdurend met zijn neus in de boeken maar bezig zit. Allerlei lui, dingen volop kan citeren. Ja? Ja. En dat bestaat hierin dat ik alleen dingen doe die mij interesseren. Maar bijvoorbeeld in de tijd examens verbeteren, dat was voor mij een gruwel. Ik moest dus meer dan 1000 examens verbeteren per jaar. Ja. Nu, examens hebben het merkwaardige voordeel. Als het een goed examen is, zijn het allemaal zaken die je al weet. Mm-hmm. En als het een slecht examen is, zijn het bijna ook allemaal zaken die je al weet, want die fouten komen altijd terug. Ja. Dus dat is onvoorstelbaar eentonig. En dat was voor mij een gruwel. En ik moest van die dwingen om daaraan te beginnen. Ja, maar los van die luiheid en die examens, wat had u dan zo heel anders willen doen? Veel meer nog werken? U bekwamen? Meer werken, inwerken? Ja, absoluut, ja. Meer, ja. Ja, want misschien is het ook zo, professor Vermeers, we hebben hier de rector van Leuven bij zitten. U stamt natuurlijk ook uit een andere academische tijd, mag ik dat zeggen? U hebt ook zich enorm kunnen bekwamen in opiniering, deelnemen aan debatten enzovoort. Mensen nu hebben veel minder tijd daar misschien voor in de academische wereld. Ik kan daar niet zo precies over oordelen, maar ik denk dat men te veel beladen wordt met allerlei tirlantijntjes die er eigenlijk niet zo bij horen, terwijl men de studenten moet leren zelfstandig werken. Ja. Dus ten eerste, ja, ze moeten natuurlijk objectief behoorlijke cursussen krijgen van mensen die hun zaken kennen. Maar dan moeten ze gestimuleerd worden om zelf te werken. Mm-hmm. En zelf tamelijk veel te werken. Dus de 9 to 5, dus van 9 uur tot 5 uur, dat is voor mij niet echt voor iemand die in de wetenschap zit, een echte behoorlijke job. Nee, maar nu is het nog veel, veel erger dan dat. Hè? Ja, is maar voor publicatiedruk, ze moeten naar het buitenland, professor? Inderdaad. Ja, al die A1-publicaties en zo verder. Nu, het is wel zo dat jongeren het vandaag moeilijk hebben om gewaardeerd te zien wat ze allemaal bijdragen aan het maatschappelijk debat. En daar moeten we inderdaad hen meer erkenning voor verschaffen. Dat lijkt me duidelijk. Hè. Dat is een helder punt. En uiteraard, ja, een academicus zal meer dan 8 uur per week werken. Misschien ook omdat hij nooit werkt. Hè. Dus omdat wij natuurlijk denken is een spel, een plezier en zo verder. Dus eigenlijk als je zegt, ik heb niet genoeg gewerkt, zegt u tegelijk, ik heb niet genoeg plezier gemaakt, want die dingen vallen ongelooflijk samen. Juist. Daar komt het op neer. En het is wel mogelijk dat we vandaag in de academische wereld door allerlei administratieve maatregelen die worden opgelegd en die getuigen van een onterecht wantrouwen tegenover het vrije denken, dat we daardoor ook wel een aantal onaangename aspecten in het beroep van hoogleraar vinden die soms de levensvreugde enigszins kunnen beknotten. En vergaderen en verslagen schrijven enzovoort, in godsnaam. Goed, professor Torfs, in dat verband wil ik u even aan het woord laten, want u schreef gisteren in uw column voor de Standaard een opmerkelijk stukje over, ja, laat ik het omschrijven, als ons huidige intellectuele klimaat. Misschien moet u even voorlezen. Ja, ik zou nu kunnen zeggen, het moet allemaal eens in context gelezen worden. Ja. Maar laat het maar eens buiten context proberen. Hè. Sommige filosofen hijsen de witte vlag en beleiden dan maar een fundamentalistisch geloof in de wetenschap. Op dit moment misschien wel de heersende religie. Waarbij Etienne Vermeers de opvolger werd van Godfried Aneels als almoezenier van Vlaanderen. Ik heb al onnoemelijk veel plezier in gehad. Ja? Ja, misschien, professor Torfs, moet u eerst uitleggen wat u er precies mee bedoelt. Wat ik eigenlijk bedoel is dat we lange tijd in Vlaanderen een soort suprematie hebben gehad van het geloof, of mensen werden geacht gelovig te zijn. Meer zelfs, als ze kerkelijk waren, werden ze van denken vrijgesteld en gingen ze mee, zeg maar, in de algemene foulée van het zogenaamd religieuze. Vandaag is dat een beetje anders geworden. Is er bijna een vermoeden van ongeloof en zoekt men eigenlijk met een gelovige zich verantwoorden en uitleggen. Ja, maar zet je toch niet helemaal achterlijk als er nog sporen van geloof terug te vinden zijn, dat soort zaken. Dus je hebt een paradigm shift, zoals dat dan heet, van gelovig naar ongelovig. En in beide gevallen moet de Vlaamse bevolking een betrouwbare almoezenier hebben. Iemand van rond de 80 die bewezen heeft degelijk te kunnen denken. En dat was in eerste instantie Monseigneur Godfried Daneels en nu Monseigneur Etienne Vermeers. Maar Vlaanderen zal altijd nood hebben aan almoezenier. Ja, maar er zit een fundamentele vergissing in die opvatting, namelijk
hij spreekt over een fundamentalistische benadering van de wetenschap. Ja, want dat je moeten kunt we misschien... de wetenschap niet fundamentalistisch Nee, maar dat moeten we misschien benaderen. Eerst even Typisch in de context... Typisch voor fundamentalisten, hè, dat ze dat zeggen. Hè. Dat ja. moeten we misschien ja. even in de context zetten. Dat u daar eigenlijk zegt, ja, er is een nieuwe vorm van geloof en dat is ja, de dat exacte biomedische wetenschap. En daar... Wel, hechten de mensen zich nu ja, aan? Ik heb het gaat het gevoel, niet meer om het geloof. En daar ja. heeft professor Vermeers bij geholpen dan. Wel, als almoezenier. Hè. Dus in die zin, hij begeleidt de mensen zonder hen te misleiden. Dat is de ware taak ja. van de almoezenier. Door hen de wetenschap en de volledige ratio voor te houden? Ja, hij is daarin niet per se een fanaticus of niet de ene die dat doet. Ik ga hem nooit fanatiek noemen. Maar wat wel zo is, is dat er veel mensen zijn vandaag die enorm in de wetenschap geloven bijna. En zij zijn doorgaans niet de grootste wetenschappers. Zoals degenen die het meest fanatiek met de islam bezig zijn, ook niet de beste kenners zijn. Of de meest fundamentalistische katholieken doorgaans eigenlijk juist een gebrek aan kennis vertonen over wat wezenlijk met hun eigen geloofstraditie te maken heeft. Mm-hmm. En ik denk wel dat er vandaag mensen zijn die een houvast zoeken in een soort eschatologisch perspectief voor de wetenschap dat ze vroeger zochten in het religieuze ja. begeleid. Ja, hier dat zit dat misschien een beetje eigenlijk een gebrek aan kennis van mijn denkleven. Daarom zou ik hem het volgende boek willen schenken. Ja. Dat is mijn laatste publicatie. Dat heet dus Etienne Vermeers, Provençaalse gesprekken. En daar staat dus in het eerste hoofdstuk een uiteenzetting over mijn eigenlijke visie op kennis en op rationaliteit. Ja. En daar wordt dus duidelijk... Het tweede hoofdstuk gaat over mijn fundamenten van de moraal en dan op het einde ja. het feit dat de vrije wil bestaat, laatste hoofdstuk. Mm-hmm. Dat vind ik een heel goed stuk. Maar goed, maar ik weet niet of ik zo ver ga geraken. Het eerste deel gaat er dus over dat er niet zomaar ja. wetenschap is. Ja. Je hebt dus de natuurwetenschappen. Je hebt dan een beetje hoger, enfin een beetje in een volgend stadium, dat wil zeggen, je hebt de natuurkunde, scheikunde, biologie. En, dat. En de zekerheidsgraad, en dat beklemtoon ik zeer sterk, de zekerheidsgraad naarmate je naar omhoog gaat, bijvoorbeeld naar psychologie en sociologie, wordt altijd geringer en geringer. Het is dus niet zo dat alle wetenschappen dezelfde zekerheidsgraad hebben als de bijna 100% zekere ja. gegevens van de fysica. Want als hij op een vliegtuig durft stappen, is hij eigenlijk bijna 100% zeker dat de aerodynamica van dat vliegtuig dat ja. juist is. Dat de elektronica ja. in dat vliegtuig door de wetenschap bepaald dat juist is. Anders zou hij daar nooit durven instappen. Dus hij durft in een vliegtuig stappen. Hij is dus even fundamentalistisch over wetenschap als ik. Als het gaat over psychologie en sociologie, zeg ik zeer uitdrukkelijk dat dat een veel minder... Dus je mag niet spreken over de wetenschap in het maar algemeen. Maar dat zegt toch de man, professor Vermeers, die heel vaak hier en ook nu weer zit te debatteren op basis van de ratio, de wetenschappelijke gegevens. Ja, maar mijn basis... Waar mensen dan veel belang aan hechten en geloof. Ja, maar mijn basisstelling is dat er naarmate je dus op die verschillende niveaus werkt, dat de betrouwbaarheid daarvan geringer wordt. Mm-hmm. Dat moet men zeer goed weten. Ja, dus maar als dat weet men dikwijls niet, denk ik. Dat weet men dikwijls niet. Wel, men moet mijn boek lezen. Ja, natuurlijk. professor Torres. Misschien aan de kijkers laten zien. Nee, ik denk, dat is natuurlijk juist. En ik deel die mening volledig dat daar verminderde zekerheidsgraden komen na een tijd. En ik betwist ook niet dat uw redeneer daarin zuiver is. Al kenschetst het u wel een beetje om zo klassificaties te maken. Dat is typisch iets voor u, om dat dan zo in layers onder te brengen met een verschillende zekerheidsgehalte. Het is wel een continuum, hoor, waar ik van... tot 0,9. Het kan bijna becijferd worden tot in de detail. Ja. Maar in die zin, veel mensen die zich op de wetenschap verlaten, maken dat genuanceerde oordeel niet. Mm. En wat ook opvalt in onze tijd, gek genoeg, dat we een mengeling hebben van mensen die blind in de wetenschap geloven, laten we zeggen, aan de ene kant. En aan de andere kant leven we toch in een hypersentimentele tijd. Hè? Niet in de zin van gevoelig, hè? Want het diepere sentiment, dat eigenlijk een heel klassiek gevoel is ook bij klassieke auteurs terug te vinden, mm-hmm. maar gevoelerig. Hè? Dus een man bijvoorbeeld moet bijna huilen om nog iemand met authentieke gevoelens te zijn tegenwoordig. Je zou ajuinen beginnen schillen om nog geloofwaardig over te komen. En dat vind ik ook heel merkwaardig. Je merkt dan aan de ene kant dat vastklampen aan de reden, en op een heel andere manier dan bij u, en aan de andere kant zit daar dan een sentimentele uitlaatklep achter. Ja. En daar zit een gebrek aan cohesie en visie bij heel veel mensen. Ik wil je beklemtonen. Ja.
dat bijvoorbeeld als de Angelsaksers over wetenschap spreken, dat dat voor hen één pot nat is. En het is daarom dat ik een onderscheid maak tussen de natuurwetenschappen, waar wij zeer grote betrouwbaarheid hebben, en die Angelsaksers zijn altijd wetenschap, science. Ja. Maar eigenlijk gaat het over rationaliteit en daar zijn gradaties in. Maar heeft mij ook dat is heel iets, belangrijk. Je hebt mij ook iets anders gezegd dat ik heel mooi vond. Dat was op een programma, ik denk morgen beter. En misschien was het wel misschien met u. Was ik daar nog bij. Dat zou best kunnen. Het was in elk geval in het interbellum. Maar wat ik me daarvan herinner, is dat je toen gezegd hebt, ik geloof zeker dat Ahura Mazda niet bestaat, of Vishnu en zo verder. Maar ik ben niet zeker dat God niet bestaat. Dat vond ik slim. Dat heb ik zo niet gezegd. Ik ben niet zeker dat God... Als je hem niet definieert, niet bestaat. Maar daar hebben we het over. Ja, en dat vond ik heel interessant, want daar ging het dus niet over het algemeen... Want wat is God? Nobody knows. Ja. Maar dan was het een verwerpen van concrete beelden en niet een fundamentele filosofische keuze voor de onoverkomelijkheid van het atheïsme. Dat vond ik interessant. Goed, en nu, want als we hier verder mee gaan, dan zijn we nog... urenlang bezig. Professor Vermeers, laten we niet vergeten, het is een uitzending waarbij we ook uw verjaardag willen vieren. We bieden u een klein cadeautje aan onder de vorm van, laat ik het een mini-concert noemen, want u houdt heel erg van klassieke muziek. Laten we luisteren naar sopraan Noémie Schellens en aan de piano Kim van den Brent. Noémie Schellens, dank je wel dat je kwam zingen voor professor Van den Vermeers. En ik geef nog even mee aan de piano, dus Kim van den Brent, dank je wel. Was het mooi, professor? Zo'n rijke stem. En ook eigenlijk een puur abstracte. Dus puur de menselijke stem, zonder tekst. De pure menselijke stem. En met een warme, rijke stem die toch... toch verbazend is, hoor. Dank je wel. Noémie, je moet misschien even vertellen wat je hebt gezongen. Het was een stukje van de vocalise van Rachmaninoff. Ja. Ja. We weten dat u heel erg van Bach houdt, maar dat is complex om het hier op die manier te brengen. Als je een barokorkest hebt, dan zal ik Bach zien. Maar nee, dat was moeilijk. Maar het heeft wel een link met Bach, denk ik, omdat dit stuk heeft ook iets...
je zei het al, van een absolute muziek. Het kan, net zoals veel muziek van Bach, inwisselbaar van instrumenten. Het kan door cello gespeeld worden, door viool. Er bestaan verschillende versies van, omdat het zo'n duidelijke melodie is. Ja. Ja. Noémie, misschien moet je eerst, voor we verder praten, iets meer over jezelf vertellen. Sommige mensen kennen jou misschien ook als stadssopraan van de stad Leuven. Dat klopt. Ik was de laatste, dus van 2012 tot februari 2014, was ik stadssopraan van Leuven. Wat wilde zeggen, ik was al sopraan en dan kwam er stads voor, want het is een titel voor het leven. Dat ik eigenlijk de stadsfotograaf opvolgde en dat ik gedurende 2 jaar mijn discipline, het zingen, op een originele manier in de stad bracht. Mm-hmm. Ja, en dus je bent nu ook nog voortdurend met muziek bezig, hè? Ja, absoluut. Ik ben in het conservatorium van Brussel afgestudeerd en ik heb dan in Frankrijk 2 jaar bijgestudeerd. Dus ik ben fulltime freelance sopraan. We hoorden daarnet in het begin van het gesprek, professor, had u het al over wat muziek met u kan doen, de emoties die dat oproept, is dat herkenbaar? Ja, ik denk dat elke muzikant of zanger dat beroep kiest omdat het hem of haar zo raakt en omdat het een manier is om ook andere mensen te ontroeren. Ja, van welke muziek houd jij zelf het meest? Ik hou meestal het meest van de muziek waarop ik op dat moment bezig ben. Ja. Dus op dit moment is dat Spaanse gitaarmuziek. Dus liederen van De Falla en Rodrigo. Ja, ik zie professor Vermeers knikken. Ik ben zeer dankbaar dat ik in mijn jeugd als knaap in een knapenkoor heb kunnen zingen bij een ongelooflijke kapelmeester, meneer François, die ik nooit zal vergeten, waar ik dus eigenlijk alles bij geleerd heb. En daar, op het gebied van muziek, maar dan, dat je, als je zo'n opvoeding hebt, je bent dus 10, 11, 12 jaar en je zit dus in een koor en iedere dag repetitie. De wijze waarop, en dat was dus een koor van groot allure, wij zongen bijvoorbeeld niet alleen Gregoriaans, maar Palestrina, Thomas Louis da Vittoria, Mozart enzovoort, werkelijk grote componisten zongen wij, veel polyfonie uiteraard, maar op die manier, je zit in dat koor en daar hoor je eigenlijk de muziek ook. Je hoort de andere stemmen veel beter dan iemand die daar buiten zit. En op die manier ga je in die muziek op. En dat is een thema eis aei, zo acht men in het Grieks, een verworvenheid voor altijd. En die liefde voor de muziek is mij dus altijd bijgebleven. Ik ben daar onnoemelijk dankbaar voor. Professor Torfs, u en muziek? Wel, ik vind dat ook prachtig, ook als je het hier zo kan beluisteren op een plek waar je het eigenlijk niet verwacht. Dat maakt het bijzonder mooi. Ik ben zelf helaas niet begaafd vocaal en zo, maar ik hou wel heel veel van muziek. En dat kan inderdaad van klassiekere figuren zoals Bach en Mozart gaan naar Durufle, Messiaen, zo dingen die eigenlijk lichtjes etherisch lijken. Arvo Pärt. Ja, absoluut. Ik ben nog naar het Stabat Mater van Pärt gaan luisteren in dat bij van Vlierbeek. De dag ervoor deed ik het Stabat Mater van Pärt gelezen. Maar ik ben naar het van Pärt gaan luisteren. Maar dat is fantastisch. Ja, dat is schitterend. Dat is subliem. Ja. Fantastisch. Ja. In het algemeen voel ik mij wel meer thuis, maar dat is door een geestelijke zwakheid in het woord en het beeld, omdat de muziek dan bepaalt iemand anders het ritme. En ik heb een nogal vluchtige geest en ik verlies soms mijn concentratie. Maar niet bij u en niet bij Pärt. Dat is heel mooi. Wat compliment. Professor, we hadden het daarnet over Bach. Ik herinner mij ook uit het interview dat professor Torfs deed met u, professor, dat de vraag op een bepaald moment kwam als u nog een uur... Of hoe hebt u het geformuleerd? Weet u het nog? Als u nog een uur te leven zou hebben en een engel komt op uw schouder kloppen, wat doet u met dat laatste uur? En uw antwoorden? Bach natuurlijk. Ja, want je zou denken, de professor kruipt voor dat laatste uur in het meest belangrijke boek dat hij nog heeft. Ja, maar dus, en hij heeft dat zeer juist gezien. Bij mij spelen de emoties een zeer belangrijke rol. En Bach is natuurlijk iemand die zowel rationeel inzichtelijk is als fundamenteel
emotioneel. Als je de kantate nummer 147 neemt bijvoorbeeld, of de kantate Ich habe genoeg, 82 dus, waarin die prachtige aria komt, schlummert ein, ihr matten Augen, sluimert in, gij moede ogen. Dat is dus natuurlijk van een grandioze schoonheid. Mm-hmm. En ja, wat moet je dan nog meer hebben? Ja, we hadden het daar net over huilende mannen. Is dat iets dat kan doen huilen? Natuurlijk. Als in de Matthäus-passie, op dat moment wordt Jezus gekruisigd. En dan is er een aria. Zeet, Jezus had die hand ons zo vassen ausgespannt. Dus Jezus, die kruisiging wordt beschouwd als Jezus die dus in handen uit om de mensen te omarmen. Komt wohin? In Jezus armen. Nu nog altijd, hoewel ik dus niet meer gelovig ben, nog altijd als ik dat hoor, springen de tranen in mijn ogen. Mm-hmm. Religie doet mooie dingen met mensen, kunst ook. Pas op. De liebestoot rond, ja. Van Tristan en Isolde, mm-hmm. Daar is het op mijn borst dat het slaat. Vroeg of laat krijg ik daar een hartaanval van. Mm-hmm. Ja, dus de komende dagen niet luisteren. Ja, en blijven leven. Hè. Ja, of het komende jaar. Ja. Noemi, nu we je hier toch hebben, kunnen we een beetje reclame ook maken voor een project waar jij ook nog bij betrokken bent. Dat is de Cobra Classic Battle. Laten we eens kijken. Schrijf jouw koor in via cobra.be. Ja, de professor zit al te vertellen. Hij heeft onmiddellijk herkend, hè, waar het over ging. Maar Noemi, misschien eerst even vertellen. Jij zit in die jury voor koren. Ja, dus de cultuurzender, cobra.be, die schrijft eigenlijk een wedstrijd uit voor koren. En het is naar aanleiding van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, die dit jaar voor zang is. En ze willen eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen, vanaf 12 personen, mm-hmm. Ben je een koor en mag je inschrijven. En je moet een filmpje maken met een lied dat je zingt en dat posten op de cobra.be. Ja, en dat kan nog volop tot op dit moment? Tot 26 mei, volop, ja. Het is pas begonnen, de wedstrijd. En tot 26 mei kan je filmpjes posten. En de mensen kunnen stemmen. En uit de top 10 kiezen de jury. Die bestaat uit Thomas Blondelle, die tweede werd, mm-hmm. in de Koningin Elisabeth-wedstrijd 3 jaar geleden. Frank de Bozere en ikzelf. Frank de Bozere, die... Maar ik iets piano vragen. Speelt, hè? Zijn dat dus koren a cappella? Want bijvoorbeeld Van Pensiero moet je eigenlijk een concert bij hebben. Hè? Ja, want je hebt dat is wat we daar net hoorden in de trailer. Er mag een piano bij, dus er mag een klavier bij. Maar voor de rest geen orkest of zo. En het is ook een wedstrijd die heel breed gaat. Cobra wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen doen zingen. Dat is hun gedachte erachter. Dus het is het mag een mannenkoor zijn, een vrouwenkoor, een gelegenheidskoor, een Afrikaans koor. Een heel lage drempel. Ja, wie zich geroepen voelt, die. En vanaf dat ze met 12 zijn, vandaar ook het ludieke filmpje, hebben ze het niet... Wat is het minimum? 12. Het minimum en het maximum. Ja. Het minimum is 12. Minimum is 12 en maximum staat er niet in. Gewoon nog 11 anderen vinden. Hè. Ja, 11. Nog een dat ik dacht aan het trio Kassiman, dat kan dus niet. Nee, dat is geen koor. Ja. Nee, want het is in samenwerking met Koor en Stem. En die zeiden, we spreken van een koor vanaf 12 personen. Vanaf 12 personen. Professor Vermeers, zingt u zelf soms nog? Niet te veel, enfin, niet zoveel, maar... Bij mezelf wel, maar ik heb mijn stem sindsdien, behalve dat als knaap, nooit meer geoefend. En het spijt mij eigenlijk. Ik had dat moeten, dat is een van de zaken die ik had moeten doen. Ik had, ik had moeten bij een koor gaan als man. Ik heb een baritonstem, iets zwaardere baritonstem. Ja. En ik denk dat ik dus bij de bassen wel... Is er iets dat we kunnen horen nu? Kunnen we die bariton... O Isis und Osiris, Schenke der Wahrheit, Geist dem neuen Paar.
maar het is een glas. Kijk, professor. Dat is uit het zauberfleuten van Mozart. Mozart zou fier op u zijn. Ja. Hey, professor Torfs, kijk, de cirkel is rond, want u kan zo meteen verder gaan zingen op die naar kantus. Naar de kantus. Dus, en nogmaals van harte welkom allebei. Hè. Ook studenten, dus kunnen ook als vanaf voilà. Oké, okay, dus die zin heeft hier om terug mee naar Leuven te gaan. De avond kan nog heel lang worden. In elk geval willen jullie nog eens bedanken, professor Vermeers, en uiteraard... Mag ik u bedanken voor die vriendelijke uitnodiging naar aanleiding van mijn verjaardag? Ik vind dat zeer mooi. Ja, wij waren heel blij om u hier te hebben. Ik ben blij. Ja, dat zijn wij allemaal. Ja, ik ook. En blijven leven. Hè, dat, nog een poosje. Ja, ja, maar als je alleen op die naammaals moet rekenen, dus vooral blijven. Ja, ja, dat is juist. Ja, in elk geval, wij zijn allemaal blij en heel erg bedankt. Ook professor Rick Torfs uiteraard, Noemi Schellens en natuurlijk ook Kim van den Bremt aan de piano. Morgen zijn we er natuurlijk weer en ook dan hebben we eigenlijk hoog bezoek, want dan komt monseigneur André Leonard. Tot morgen.